En deze week stond vooral in het teken van kringlooplandbouw. En daar ben ik druk mee bezig geweest al vanaf het begin dat ik in het Europees Parlement zit. En één heel belangrijk ding wil ik hier nu uitlichten. En dat is de mestkringloop. Wat is nu gaande? Dat heel veel boeren in Nederland niet al hun dierlijke mest mogen gebruiken. Maar wel extra kunstmest mogen aankopen. Dus je hebt een veld, je hebt een verschillende hoeveelheden hectares land. En per hectare mag je maar een bepaalde hoeveelheid dierlijke mest plaatsen. Maar daarbovenop mag je nog wel kunstmest gebruiken om in de mestbehoeften, bemestingsbehoeften van de gewassen die je hebt te voorzien. Nou, dat is eigenlijk heel krom, want wat gebeurt er? Een boer die voert zijn eigen dierlijke mest af, die hij niet meer mag, die hij niet meer mag gebruiken. En koopt extra kunstmest aan om toch voldoende te kunnen gaan bemesten. Ja, je ziet eigenlijk in Nederland hebben we nu een mestoverschot, zegt men. Terwijl we nog wel vrachtwagens en tonnen kunstmest importeren. Ja, dat is natuurlijk heel krom. En wat ik wilde is dat we van die dierlijke mest dat als grondstof kunnen gaan gebruiken om daar kunstmest of kunstmestvervangers van te gaan maken. En ik heb daar een initiatief voor gelanceerd in het Europees Parlement. Dat is er doorgekomen. En nu is de Europese Commissie bezig om criteria te maken van hoe die kunstmestvervangers eruit moeten gaan zien. Waar ze aan moeten voldoen. Nou, en deze maandag was ik bij Groot Zevert in de Achterhoek. En die maken dus van dierlijke mest, maken die kunstmest. Dat doen ze in een pilot, dat doen ze al een paar jaar. En die ervaring en die gegevens, die worden door Wageningen Universiteit worden die gecheckt en gemonitord. En er wordt onderzoek naar gedaan. En dat wordt naar Brussel gestuurd om aan de hand daarvan die criteria te maken van ja, wanneer mag je die kunstmestvervangers op de markt brengen. Nou, daar was ik best wel trots op. Omdat dit nou echt laat zien dat je als politicus wel degelijk iets kan betekenen. En dat we weer een stap dichterbij zijn om de mestkringloop te kunnen gaan sluiten.